Ik heb er 2 jaar aan geschreven en vooral veel geschrapt. En zo is het een studie geworden van zinzoekers. Waarbij ik eigenlijk aantoon dat onder veel voorkomende levenssituaties die een coachpraktijk meemaakt, dat daar een verlangen zit bij heel veel mensen, meer en meer mensen, om zich te laten leiden door zinvolheid. Niet alleen door materieel succes, of veiligheid, zekerheid, of gelukkig zijn of nuttig bezig zijn. Men wil zich laten leiden door een hoger doel. Door een bijdrage geleverd te hebben aan iets dat groter is dan jezelf. Een verbetering van de wereld. In je eigen levensstijl, in je organisatie waarin dat je werkt. Je wil een bijdrage geleverd hebben tot iets moois, tot iets goeds. En ik beschrijf in die studie 4 veel voorkomende praktijksituaties in de coaching. Ten eerste de burn-out, waarin dat mensen geleefd hebben volgens de verwachtingen van anderen. En perfectionistisch hun best hebben gedaan. En het contact verloren zijn met hoe dat ze eigenlijk willen leven, wat er voor hen klopt. Ten tweede de mensen die zich gevangen voelen in een gouden kooi, die heel vaak materiële welstand nodig hebben en dan merken dat ze zichzelf daar niet in terugvinden, dat ze het verhaal geloofd hebben dat ze zouden gelukkig zijn en dat dat nodig is, die materiële welstand. En het klopt niet met wie dat ze willen zijn en hoe dat ze willen leven en wat ze belangrijk vinden. Ten derde, de idealisten die in organisaties vechten om iets moois te doen, om verandering te krijgen. En dan merken dat organisaties heel vaak maar gericht zijn naar hun eigen winst, naar hun eigen succes, hun eigen voorbestaan, de macht. Heel pijnlijk dat de idealisten zo gefrustreerd zijn dat organisaties niet kiezen voor zinvol bezig zijn. En dan heb je de zelfstandige ondernemers. Mensen die vanuit hun talent iets willen moois bieden aan de wereld, maar dan op die vrije markt komen, die zo hard is, waar je moet vechten voor klanten. En die dan beseffen dat de economie helemaal niet gebouwd is op zinvolle verbindingen hebben met elkaar en iets moois doen, maar op kopen en verkopen en verleiden. Die 4 situaties, burn-out, gouden kooi, de idealisten in organisaties en die zelfstandige ondernemers, dat zijn eigenlijk 4 veel voorkomende situaties waar, als je goed luistert, dat je voelt dat mensen eigenlijk op zoek zijn om zich te laten leiden door zinvolheid, door iets moois te doen, door het goede te doen en dat niet dadelijk hun weg in vinden. En volgens mij is de taak van onze generatie, maar ook van de leraren, de coaches, de leidinggevenden, om onze studenten, om onze kinderen, om onze cliënten te helpen te ontdekken dat zij eigenlijk gedreven zijn door een existentieel verlangen om te leven volgens iets dat groter is dan zichzelf. Dat het materiële en het succes en het geluk overstijgt. Er is een existentieel verlangen. En het doel van dit boek is de bewustwording dat er onder heel veel levenssituaties een existentieel verlangen zit om zinvol geleefd te hebben. Dat wil ik in de aandacht brengen.